eerste boek maken, een gigantische bestseller, dames en heren, mag ik wel zeggen. Het eerste opvoedboek dat Claudia maakte, krijgt nou tieten over je zwangerschap. Het was echt een geweldig boek. Ik heb zoveel plezier gehad als redacteur. Mijn naam is Jasper Henderson, de redacteur van de Basiskiet trouwens. Misschien denk ik van, doet die gast die eigenlijk? Zoveel plezier gehad met jou te maken. We hebben zoveel lol gehad. En we hebben al die jaren gelukkig contact gehouden. Maar nog steeds geen boek, want het leven, dames en heren, haalde ons gewoon een beetje in. We kregen allebei kinderen, we gingen door moeilijkere periodes, misschien qua werk. We hadden, in ieder geval sommigen van ons, niet allemaal. Ik wilde bijna zeggen, we gingen door een scheiding, maar dat is helemaal niet waar bij mij. Maar dat is voor te ver om het allemaal te vertellen. In ieder geval, het was een lastige tijd en opeens belde je weer. Dat zijn altijd van die verheugende telefoontjes als redacteur. Ik dacht van, ik heb weer een idee, Jasper. Kunnen we een keer gewoon koffie gaan drinken? Dus ik toog naar Utrecht. En ik kwam bij jou aan de keukentafel zitten, bij jullie. En daar zaten jullie dan. Ik zei, we hebben een idee. Je hebt het gewoon weer gedaan. Samen hebben jullie het weer gedaan. Weer een fantastisch boek gemaakt. Ik wil toch ook eventjes heel speciaal mevrouw De Breij hier in dit trekken. Want ja, die sticker, hè. Mevrouw De Breij, dit is de allermooiste benefit. Daarachter. Daar hadden we. Het is de allerbeste quote ooit, toch? Dit is gewoon een legendarische quote. Dit is fantastisch. En ik denk altijd dat daarom dat heel veel mensen doen. Heel goed leven. Maar mensen geloven er allemaal in. Ik denk namens iedereen, tot de hele uitgeverij die het al heeft gelezen. Dit is een boek dat je de komende maanden, de komende jaren met je mee gaat dragen. Als een kleine bijbel. Als een kleine, niet zozeer als een how-to-boek. Want Claudia zegt nooit, en zo heet ook een van de hoofdstukjes, je moet helemaal niks. Zij vertelt helemaal niet wat je moet doen. Maar je zou het zo kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld enige lering, of in ieder geval troost, kunnen trekken uit wat deze mensen die in dit boek gevraagd zijn door jullie tweeën. Wat je daarmee zou kunnen doen, wil je dat eigen boek maken. Nou, daar zijn we. Hartstikke goed. En het is dan eindelijk. Nee, oh! Sorry. Het is dan nu eindelijk het moment daar dat ik jullie echt de allereerste officiële exemplaar. Ik ben ook zo blij met hoe het eruit ziet. Het is echt een bijbel geworden. Het is jullie bijbel geworden. En hier gaan heel veel generaties nog ontzettend van genieten. En dank ook aan alle mannen en vrouwen die een bijdrage hebben geleverd aan het boek. Mag ik jullie namens de uitgeverij en vooral ook namens ze heel hartelijk feliciteren met nemigheid, leven voor gevoerd. Alsjeblieft. Maar in ieder geval even uitleggen hoe het boek tot stand is gekomen. Ik heb wat op papier gezet. Ben je zo'n vlotte praat als Jasper? Dankjewel voor je praatje. Het is allemaal begonnen met het feit toen Claudia mij vroeg om de interviews mee te helpen met de interviews voor het boek. En mijn eerste reactie was van, ik ga het gewoon heel professioneel aanpakken. Als een echte journalist. En mijn reactie was om de archieven door te spitten. Interviews te lezen die personen eerder hadden gegeven, om te kijken wat ze hadden gezongen, om te lezen wat ze hadden geschreven, om opnieuw te bekijken wat ze allemaal hadden gespeeld in het theater, waar dan ook. Daarna maakte ik een hele waslijst van vragen die ik had aan die persoon en kortte ik dan in tot één A4'tje en daarmee ging ik dan naar Claudia en daarmee gingen we dan het interview in, was mijn idee, maar dat was helemaal niet nodig. Want wij gingen naar die mensen toe en na een half uur kan ik me herinneren dat Claudia al een kinderliedje te zingen. En nog één ding. De levensles die mij van alles bij heeft leven. Dat wil ik dan toch nog even vertellen. Dat is niet iemand of een levensles die in het boek staat. Die komt van jou, Claudia. Oh, Jessica. En het is een les die ik heb geleerd toen ik weer eens droogjes aan een interview aan het voorbereiden was. Terwijl jij vooral aan het voorgenieten was van het interview. En heel erg uitkeek naar een gesprek met de een of de ander. En daarmee heb ik geleerd dat interviewen, en voor interviewen kun je dan eigenlijk het woord leven invullen, zit hem niet in de voorbereiding, lieve mensen. Het zit hem in het omarmen ervan, het liefdevol omarmen van het leven. En ik hoop dat dit boek daarbij zal helpen. Dankjewel. Jessica, zonder jou was dit boek er echt niet geweest.
En was niet alleen het boek niet zo leuk als het is, maar het hele leven niet. Jasper, alleen al omdat je altijd kiest voor gewaagd donkerblauw en mij dan het slangenleren jasje laat kiezen. Ik heb heel erg genoten, ook weer tijdens dit proces. Dus inderdaad, Bing is inmiddels 7, dus het vorige boek was bijna 7 jaar geleden. En toen hebben we intensiever steeds moeten pingpongen, omdat ik ook echt nog niet wist hoe je een boek maakte. Dat was nu, zei je alleen af en toe, nou echt vooruit met de geit, zeg maar. En dan moest ik weer iets maken. Je bent echt wonderbaarlijk empathisch. Dat is ongelooflijk knap. Jij snapt heel goed wanneer je een auteur met rust moet laten, wanneer je een zetje moet geven, wanneer je er niet mee moet bemoeien, wanneer je er wel mee moet bemoeien. Wanneer je het stel ruzie moet laten maken over de punt, komma of de komma en je er niet mee moet vermoeien of wel. En daar waardeer ik je ontzettend om. Dat is echt geweldig. Ik wil met niemand anders boeken maken dan met jou. Oscar, dankjewel dat je Oscar hebt. Voor het boek dat verklaart waarom de sticker erop zit met ik zou dit boek kopen, wil de prijs. Dus wie wil neem een geit weten? Sticker. Wie wil de sticker van Bart hebben? Sticker. Het is ook een korte verhaal hoor. Ik zoek hem even op. Nee, het is, er staat zo weinig in, joh. Je hebt hem zo. Het beste voor jou is niet per se het beste voor iedereen. We konden een dagje aan de boemel, want opa en oma pasten op de kinderen. We logeerden met z'n allen in zo'n fijn Spaans vakantieappartement, waren met elkaar zo onderhand wel bijgepraat en opa die een bommetje doet in het zwembad is nog veel gaver dan de moeders. Dus gaan jullie maar, kom nou, maak het maar lekker zo laat als jullie willen. Dag, dag. En rijden jullie lekker naar Girona? Riep mijn moeder nog. Daar had ze zo'n leuke reportage over gelezen in de Libelle. Of de Margriet, nou ja, ik moet nog zo'n stapel doornemen. Dat mochten gewoon niet missen. We kijken wel, zeiden we. Want we hadden ook zo'n vreselijke zin in lunch bij dat mooie kasteel waar ze die goede wijn hadden. En dan nog even naar dat plaatsje waar we vroeger ook wel eens met z'n tweeën waren geweest, zonder kinderen. Nou, dag, tot vanavond. Veel plezier in Girona, riep mijn moeder ons nog na. We konden met een gerust hart vertrekken. Mijn vader werd onder schot gehouden door 2 volgeladen supersokers. Het werd een heerlijke dag. We dronken te veel wijn bij dat kasteeltje, aten vis in dat plaatsje waar we destijds ook zo romantisch hadden gezeten, reden nog naar een strandje en daarna als 2 verliefde pubers weer terug naar de vakantiewoning, waar we op slag helemaal 16 werden toen we zagen hoe mijn vader en moeder op het terras bij een gezellig muggenkaarsje op ons zaten te wachten. Dat vergeet je, hoe het voelde als je als kind uit was geweest en je kwam dan na een stiekem sigaret en 100 kauwgroepjes weer thuis waar alles gewoon was, vrij van jongens en jointjes en brommers om te kieken. Toen rende je gewoon zo hard mogelijk naar boven om gauw je tanden te poetsen voor je een goede nachtkus kon geven. Nu dronken we gezellig met z'n allen nog een wijntje om te vertellen over onze avonturen. En waar zijn jullie geweest? Vroegen ze. Wij deden verslag. Tot mijn moeder vroeg, dus jullie zijn helemaal niet meer naar Girona geweest? Nee, dit was ook heel leuk en hier hadden we al de hele tijd zin in, legden we uit. Waarop mijn moeder de historische uitspraak deed. Oh nou ja, ook leuk, maar ik zou toch hebben gedaan wat ik zei. Ik voelde wijn prikken in mijn neusgaten, zo hard om te lachen. Mijn moeder haakte met een niet begrijpende blik in. Dat is altijd zo geweest, zij moet meelachen als ik de slappe lach krijg. Zelfs als ze niet weet waarom, ze ligt helemaal in de deuk. En in dit geval gelukkig ook om zichzelf. Terwijl ik de tranen uit mijn ogen wist, gierde ik. Natuurlijk zou jij doen wat jij zei, want jij bent jij. Ik zou altijd doen wat ik zei. Waarmee onze verhouding, de hele opvoeding en alle strubbelingen uit het verleden waren samengevat. Ik heb een aardige tik van de molen meegekregen en geef dolgraag tips aan vrienden over wat ze moeten lezen, luisteren en zien. Maar ik hoop me te houden aan mijn eigen regel. Wat het beste is voor jou, is niet per se het beste voor iedereen. Hoewel ik toch altijd zou doen wat ik zei. Lieve Jessica en lieve Claudia en lieve mensen. Oscar van Gelder en de uitgeverij hebben ook een cadeau voor jullie. En dat is dit. Om het enorm te bestendigen allemaal. Dat we ongelooflijk blij zijn met dit prachtige boek. En ja, misschien kunnen jullie een beetje... Heb je enig idee? Anders kan ik het ook gewoon vertellen. Ik vermoed Oscar kennende. Ja, en er zijn er een paar van. Wow. Wow. En leuk, het is van Icy and Salt, de grote straatkunstenaars. Hebben Oscar ook heel erg verzameld. En het zijn originele
Fantastisch. Ja. Dankjewel. Dankjewel. En we signeren ook, hè? Jessica en Claudia allebei. Dat is op kosten van de uitgeverij, maar er is een oude uitgeefwet die ik nu met jullie ga delen. Er is op een gegeven moment een limiet, maar hoe langzamer jullie drinken, hoe langer jullie ervan kunnen zien. Maar blijf ik het pas zo lang mogelijk. Bedankt.